het zwembad. En daarachter is de zee.7. En we gaan zo eten. Vanmorgen hebben we een autootje gehuurd, een Fiat 500. En daarmee gaan we het einde een beetje ontdekken. We waren denk ik misschien richting Alcudia te rijden, dat is aan de andere kant van het eiland. Wij zitten in Palma de Mallorca, bij het vliegveld in de buurt. Ik ben vroeger een keer in Alcudia, bij Alcudia Park geweest en dat is echt een heel mooi strandje. Dus we gaan eens kijken of het nog zo mooi is en of we daar kunnen zwemmen. Helemaal bovenaan is nog een rooftop bar met ook een zwembad. En daar hebben we vanochtend eventjes in gezwommen. Maar het is een beetje klein en onder is het veel leuker met alle palmbomen en muziek. Dus zo ziet het eruit. We zijn hier op de rooftop. We gaan hier soms onder gaan kijken. We hadden gegeten en het was zo'n leuke sfeer. Heel veel mensen waren op het strand aan het volleyballen om 8 uur 's avonds en het was nog heel gezellig. Dus we gaan kijken of vanavond ook nog leuk is en dan gaan we eventjes zitten. En daarna gaan we misschien heel eventjes naar de rooftopbar even kijken wat daar te doen is. Er zou een DJ komen van 10 uur tot 11:30. Dus we gaan eens kijken of het een DJ is of iets te zien is boven. En anders gaan we wel terug naar het strand. Het is gewoon heerlijk om gewoon in de avond
Ook eentje op het strand zitten, ook omdat je in Nederland dat natuurlijk niet hebt. In Nederland is het alleen maar slecht weer. Dus ik zal eventjes genieten. Morgen ga ik nog, het is onze laatste dag en dan worden we om 5 uur 's ochtends opgehaald en dan gaan we naar het vliegveld. Want om 7 uur vliegen we terug naar Brussel. Dus het wordt een kort nachtje, maar ja, het is weer de terugreis. Gisteren hadden we een roadtrip gedaan over Palma de Mallorca. En we zijn helemaal naar Alcudia geweest en Estres, een strand. En Cala de Jor, als ik het goed uitspreek. Allemaal mooie stranden en zijn we teruggereden, nog even langs Palma geweest, de stad. En ik wist eigenlijk niet dat Mallorca echt een hele grote stad had. Maar Palma de Mallorca zelf is echt een hele grote, ja, een redelijk grote stad. Lijkt een klein beetje op Barcelona eigenlijk. Het was heel leuk om te zien en ja. Oh, en het uitzicht, ik kan er gewoon niet aan wennen. Het is gewoon zo mooi dat je gewoon gelijk naar de zee kijkt. Thank you.